korte uitleg over hoe de tas af te werken. Als je de tas gevoerd hebt, dan gaan we hem dubbel vouwen en dan gaan we hengseltjes maken. Als je patroon gekocht hebt, dan weet je dat je korstjes moet gaan haken naar eigen wens. Ik heb alleen dit stuk dichtgetrokken, zodat deze opening open blijft vallen. Als je die draagt, zal die twee punten naar elkaar toe gaan werken en heb je weer een mooie tas. Dus op zich hoeft er geen rits in. Het is een haaktas. Als jij hem echt als handtas wil gaan gebruiken, zou ik je adviseren hier 1 of 2 drukknoopjes in te zetten of een rits naar wens. Wat je doet, ik heb natuurlijk gevoegd, ik heb de polyestervoering genomen, die is iets dikker en iets stugger. Gewoon puur omdat ik weet, ik neem een tas mee naar het strand en ik wil gewoon niet dat de troep in de tas gaat komen. Dus vandaar dat ik voor de polyestervoering heb gekozen. Die is aan deze kant paars en deze kant is die... Ja, het is niet helemaal wit, maar het lijkt ook een beetje een paars gloedje doorheen. Ik kan het niet goed op camera krijgen, maar is echt paars. Ik heb de rand 2 keer dubbel geslagen, dus om en nog een keertje om. En dan heb ik met de naaimachine 2 naadjes erin gezet. Het zit precies onder de gaatjes. Ik ga je zo even uitleggen hoe je die gaatjes gaat maken. Dat moet je als eerste maken voor je de voering erin zet. Goed. Als je op een gegeven moment tussen die twee lijnen hierin 7 wiebertjes hebt, 7 halve wiebers, dan ben je klaar. Dan ga je beginnen met de afwerking. De afwerking is niet heel moeilijk. Elke steek die je tegenkomt, haak je er vast in. Als eerste. Dus in de losse haak je er vast in. In een stokje haak je er vast in. En in de losse en alle stokjes haak je vast in. En zo ga je helemaal rond tot je klaar bent. De toer daarna, je sluit natuurlijk eerst met een halve vast in de steek waar je begonnen bent. Maak je 2 losse voor het eerste halve stokje. Of je doet 3 losse voor een stokje. Plus 2 voor de afstand. Slijt 2 steken van de vaste over en dan maak je een stokje in de volgende. 2 losse, 2 steken overslaan, stokje in de volgende. Als je die gaatjes nou te groot vindt, kun je kiezen voor een half stokje te haken in plaats van een stokje. Nou, dat haak je dus weer rond. Sluit je hem een half vast in de derde lus, mits je een stokje hebt gemaakt. En in de tweede lus, als je een half stokje hebt gemaakt rondom. En dan haak je in elke steek, dus in de stokjes en in de losse, haak je ieders een vaste. Dus 2 losse staat er 2 vast en een stokje staat ook voor een vaste. Sluit je de toer af met een halve vaste in de eerste steek waarmee je gestart bent. En de toer daarna ook weer een toer met vaste. Je kan dan zeggen ik ben nu klaar. Je kan nog 2 toeren aanhaken als je wilt. Met het garen hou je over. Ik heb het ruim gehouden. Ik ben eigenlijk bij de 7e wiebe gestopt om zeker te zijn dat iedereen uit gaat komen met de bol. Want er zit een max aantal meters op van 900 meter. En je wil niet tekort komen. Dus ik heb hem hierbij gelaten. Dan ga je een aantal koordjes haken. Ik heb gewoon koordjes van losse gehaakt. En daar 1 toer vast in gemaakt. Dat doe je 2 keer. Dan ga je hem eerst voeren. Dus je legt je diagram, dus je motief. Patroon, dus de tafelkleed eigenlijk wat je dan gecreëerd hebt of een strandlaak, leg je plat. Je pint hem precies op die toer vaste waarmee je gestart bent voor de rand te maken. Pin jij je stof vast en stikt hem erin. Als je uitleg nodig hebt, ik ben nog een keer van plan om een mooie tutorial te maken hoe je het kan naaien en hoe je het kan naaien met de machine en met de hand. Ik heb dit keer gekozen voor te naaien met de machine. Dat ging een stuk rapper. Ik weet niet of je het goed kan zien. Ik heb het niet helemaal netjes gedaan, maar ik heb hem precies op het randje gestikt. Ik heb eerst de buitenkant gedaan en daarna de onderkant. Je kan met de hand naaien. Zorg er dan voor dat je precies tussen de steek in terecht komt met je naainaald. Enfin, als je dat gedaan hebt, vouw je hem dubbel. Dan heb je hier een V en die heb je hier ook. En hier loopt ook een lijn. Dat is je middenpunt. Hier en daar. Als je die dan dus dubbel gevouwen hebt en je hebt je koorden gemaakt, dan start je in de ene baan hier bovenaan en dan ga je in, uit, in, uit, in, uit, ga je er omheen en je eindigt in de andere baan hier. Dus dan heb je die 2 banen bij elkaar. Dat doe je ook aan de andere kant, dus echt zigzag. Dus als je hier de rand hebt, ga je hier erin, eronder door, daar erin. En de volgende onderdoor. Dan maak je er een strikje in. Ik heb gewoon veterstrikken gedaan hier. Als jij wat anders wil, als jij een dikke koord erheen, want dat kan.
Als jij er nog kralen aan wil maken, is helemaal aan jou. Ik hou van simpel en ik vind het mooi zat zo. Dan heb je de tas al gevormd. Dan ga je het hengsel maken. Ja? Het is niet moeilijk. Je start met een magische cirkel. Haak je drie losse in of één losse. En in de buitenste steken haak je elke keer één vaste erbij. Sorry, in de magische cirkel haak ik één vaste. In de volgende haak je drie vaste. En dan vijf vaste. En dan zeven vaste, et cetera, et cetera. Tot de brede band die jij wilt hebben. En dan haak je door tot de lengte die jij wil hebben. Ik zeg altijd, als je tas plat is en je hengsel zit er een beetje vanaf, dan is het genoeg. Als je nou de lengte hebt bereikt, dan moet je natuurlijk naar de punt toe. Dan ga je bijvoorbeeld, als je geëindigd de breedte hebt bereikt van 13 vaste, dan ga je aan de buitenkant elke keer de eerste en de twee laatste ga je samen haken. Dus de eerste twee samen, de laatste twee samen. De toer daarna weer, eerste twee samen, de laatste twee samen. De toer daarna, eerste twee samen, de laatste twee samen. Net zolang tot je nog maar één steek over hebt. Wat je dan doet, ik heb dan voor gekozen om plat bovenop de twee delen te leggen. Dus ik heb dit gedaan. Even mijn koordjes aan de kant. Ik heb ze zo tegen elkaar aangelegd. En ik heb de punt precies zo neergelegd. Eroverheen. Dat steek je vast met de hand. Maar vergeet niet verticaal ook even dicht te steken. Want dan heb je gelijk dit stuk verstevigd. Dat er geen spanning op je draad gaat komen. Ik heb dus hier gedaan. Tot hier zit hij vast. Je kan precies in de steken doorsteken. Door je stoffen. En dan ga je terug naar de andere kant. Doe dat even een paar keer. Ik ga even zigzag tussendoor. Weet je zeker dat je band goed en stevig vast zit. Want ja, haakwerk weegt aan zich niet veel. Maar als je er heel veel bollen in stopt, gaat er een gewicht op komen. Dat is eigenlijk alles wat je hoeft te doen. Ik heb dan voor mezelf voor gekozen om nog wat tierenlantijntjes eraan te hangen. Ik heb dan drie koordjes gemaakt. Drie vlechtjes. Die samen met een kwastje eraan. Ik heb de kraal ertussenin gestoken. En dat heb ik hier ook gedaan. Dit is de ouderwetse knoopmotief. Je maakt gewoon een ringetje. En dan ga je vaste inhaken. Alleen maar vaste. Sluiten. En dan ga je weer opnieuw over diezelfde steken in het gat. Vaste. Vaste, vaste, vaste. Terug. Sluiten. En dan ga je net zo lang door tot je een mooi bolletje hebt. Een van de vlechtjes hier heb ik het draad langer van gelaten. Want met dat draad ben ik het dwars doorheen gegaan. Heb ik gelijk de kraal vastgezet. En de kwast in één. Dus dat scheelt een hele hoop achteraf aan elkaar naaien. Ik heb lekker leuk die bungeltjes eraan gehangen. Sommige van jullie hebben deze gekregen als klein cadeautje, presentje in je pakket van Polly Pruts. Heel erg schattig, heel erg mooi. Past precies bij het pakket. Ik heb de kralen erop zitten. Ik heb er eentje zonder aanvulling en twee met aanvulling. Ik heb voor de sier één langer dan de ander gemaakt. Ik vind het gewoon erg leuk. Wat er gebeurt als je de tas gaat dragen, is dat die om gaat flappen. Zie je? En dan krijg je dit effect. Zoals jullie gezien hebben in de foto. Dus op zich, kijk, hij flapt dubbel. Dus die rits heb je niet nodig. Hij trekt zichzelf al samen. Je mag er een rits in zetten als je wil. Probeer hem dan wel, voordat jij alles gaat vastmaken, precies tussen de stof en het haakwerk in te zetten. Voordat je hem dichtnaait. Is gewoon de makkelijkste, ben je in één keer klaar. En is je tas klaar om gedragen te worden. Ik hoop dat jullie er heel veel plezier aan beleefd hebben aan het maken van deze tas. En het gebruiken van deze tas. Want daar gaat het uiteindelijk om. Of dat jullie een cadeau hebben gedaan. Zie graag jullie creatie tegemoet op de Facebookgroep. De link staat onder in de informatiebox. Daar kun je terecht. Als je nog geen lid bent. Hoe meer ziel, hoe meer vreugd, zeg ik altijd. Word gezellig lid van de groep. En momenteel ben ik bezig om wat andere dingetjes te maken. Dus blijf er lekker bij. En we gaan binnenkort weer verder met een ander mooi project.